Vrede, vrijheid en vriendschap. Ja. Maar ik denk toch dat vrede en vrijheid eerst komt. Okay. Waardoor vriendschap ook meer kans krijgt. Helemaal waar is dat niet. Ook in een oorlog kan vriendschap heel belangrijk zijn. En kun je elkaar helpen. U heeft natuurlijk het boek Oorlogswinter geschreven, maar wat is nou eigenlijk de boodschap van het boek? Ik ben het boek Oorlogswinter gaan schrijven toen mijn kinderen de leeftijd bereikten die ik had in de laatste oorlogswinter. 13 dus, toen ik 13 was. En toen ik dat boek ging schrijven, toen dacht ik, nou wil ik het toch zo schrijven. Ik wil niet dat als een kind het gelezen heeft, dat hij denkt, oh wat was dat spannend, ik wou dat ik dat ook meemaakte. Ik wil dat als ze het gelezen hebben, dat ze denken, wat fijn dat wij dat niet meemaken. Dat het vrede is. En zo heb ik het geprobeerd te schrijven. En ik dacht ook, tuurlijk, de Duitsers waren de vijand. Maar het waren niet alleen maar slechte mensen. Er waren ook heel veel Duitsers die moesten ook maar die oorlog in. En wilden dat eigenlijk helemaal niet. Dat probeerde ik ook. Ik dacht, ik wil ook zo schrijven. Niet alle Nederlanders waren helden. En deden goede, mooie dingen. Nee, er waren ook Nederlanders die verkeerde dingen deden. Dat wou ik allemaal in dat boek hebben. En dat heb ik geprobeerd te doen. Mensen vonden het mooi en spannend en waar. Maar er waren ook mensen en die zeiden, ja, het is een mooi boek. Maar zo was het niet. Ik dacht, ja, dat is natuurlijk zo. Er zijn zoveel oorlogen. Er is de oorlog op het slagveld. Er is de oorlog in een stad met honger. Dus de oorlog in het concentratiekamp. Er zijn zoveel oorlogen. En ik schreef over mijn oorlog, zoals ik hem beleefd heb. Maar er zijn er heel veel. En het heeft zoveel aspecten, oorlog. Maar goed, ik zei net wat ik erin wilde hebben. En ik denk dan dat dat toch aardig gelukt is. Want anders zou dat boek niet nog altijd gelezen worden. Als het alleen maar één verhaal was over één grote veldslag of één heldendaad, ja, dat gaat voorbij. Maar als je probeert om die oorlog meer aspecten te laten zien, meer dingen die voorkomen, meer dingen die daarin belangrijk zijn, ja, dan, nou ja, tot mijn grote verrassing wordt het 50 jaar nadat ik het heb geschreven nog altijd gelezen. En dat is natuurlijk heel fijn voor een schrijver. Kon u zelf misschien nog een beetje kerst vieren in de oorlog? Kon ik wat vieren? Kerst. Kerstfeest vieren? Ja, dat was dan. Je kunt je niet voorstellen hoe donker het was. De eerste zin in het boek is, wat was het toch allemachtig donker. Als ik terugdenk aan die oorlog, dan denk ik aan duisternis. Want er was geen elektriciteit. Je moest thuis met een kaarsje, met een karbietlampje. En dan zaten er ook nog hele zwarte gordijnen voor de ruiten. Want er mocht helemaal geen licht zijn, want dan zouden vliegtuigen zo'n dorp of zo'n stad kunnen zien. Dus het was pikdonker. En dan ging mijn vader, die was dominee. En er kwamen honderden mensen over de straat overdag om eten te zoeken uit de grote steden, waar heel veel honger was. En die moesten 's nachts ergens slapen. Om 8 uur mocht er niemand meer op straat zijn. En dan werden ze ondergebracht in een gebouwtje met stro op de vloer. En daar sliepen ze dan. En dan wilde mijn vader even naartoe om even een paar bemoedigende, aardige woorden tegen ze te zeggen. Maar hij kon er niet komen, het was te donker. Maar ik had hele goede ogen toen nog. En dan met een knijpkat. Kennen jullie wat een knijpkat? Ja. Nou, dan heb je zo'n cirkeltje licht. En dat moet je even voorstellen hoe ontzettend donker het is. En dan proberen over die straat met het kleine cirkeltje licht de kant van de straat te zien. Dus dan ging hij mee, hand op mijn arm en ik met de knijpkat. En zo gingen we dan naar zo'n gebouwtje toe. En dan kwamen we in zo'n gebouwtje en daar was het ook pikdonker. Er was alleen ook weer één kaarsje. En er zat dan een EHBO'er zijn bladen door te prikken van al die mensen die waren komen lopen, al die einden. Nou, dan gingen we tussen die mensen door die in het stro lagen. Naar dat kaarsje toe. En dan mijn vader, die even met zijn kleine bijbeltje in zijn hand. En zei die mensen, ik zie jullie niet, maar kom jullie even begroeten. Ik ben de dominee hier in het dorp. Even een paar dingen zeggen en misschien een paar woorden uit het bijbeltje voorlezen. En dat deed hij dan.
En dan gingen we weer terug tussen die ritselende mensen die je niet kon zien door eruit. Zo ontzettend donker was het. Dus nou, en wat kerstmis, ja, ook donker. En heel erg weinig te eten. En niks taartjes en niks pepernoten en niks weet ik wat allemaal. Oh nee, pepernoten zijn meer van Sinterklaas, ja. Hè? Dus ja, sober was het dan en donker. Denkt u nog vaak aan de tijd van de oorlog en op wat voor momenten denk je dan? Ja, ik denk nog vrij geregeld aan de oorlog. Natuurlijk in een tijd dat we het weer allemaal herdenken, zoals dit jaar, is het 75 jaar geleden dat de vrede kwam en de vrijheid. Dan denk je er weer eens extra aan. Maar er zijn toch ook heel vaak momenten in mijn leven dat ik eraan denk. Het is voor mij heel belangrijk geweest, omdat mijn hele kindertijd was het oorlog. Wij leven zeg maar nu hier in vrijheid, maar in andere landen is er natuurlijk nog oorlog. Maakt u zich daar zorgen over, hoe het in andere landen gaat en ja, gewoon over de wereld nu? Ja, daar maak ik mij zorgen over. We hebben de Europese Unie, de landen van Europa werken nu samen. Dat is heel bijzonder hoor, want 80 jaar geleden en de jaren daarvoor was dat niet zo. Toen waren er die oorlogen. De Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, die begonnen met oorlog tussen landen van Europa. En al die eeuwen daarvoor hebben die landen altijd ruzie gemaakt en oorlog gemaakt. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we gezegd, dat doen we niet meer. We gaan samenwerken. En daarvoor is het nodig dat in die landen en in de Europese Unie die democratische rechtsstaat waar ik het over had, wordt verdedigd. En dat gaat nu in sommige landen alweer een beetje mis. In Polen, in Hongarije, het gaat een beetje mis. Dan mag de journalistiek, de kranten, die mogen niet meer schrijven wat ze willen. Dan willen ze dat de rechters niet meer helemaal onafhankelijk zijn. Dus daar maak ik mij zorgen over. Dat gaat langzaam een beetje verkeerd. Moeten we niet doen. Verdedigen wat we hebben. Geen oorlog meer. En dat lukt alleen maar als je die rechten verdedigt. Kijk, Engeland gaat uit de Europese Unie. De zogenaamde Brexit. Dat mogen ze. Oké, dat moeten ze dan maar doen. Maar ik vind het heel erg onverstandig van ze. Want heel veel dingen kun je niet meer oplossen in één land. Die moet je samen in de hele wereld moet je ze op gaan lossen. Bijvoorbeeld het klimaatprobleem. Jullie weten wat dat is? Ja. Ja? Nou, dat gaat over CO2, hè, dat in de atmosfeer zit. Ja. Omdat je, als je olie verbrandt en kolen, dan komt dat die stof CO2 in de atmosfeer. En wat is er dan aan de hand? Dan kan de zonnestraling, die heeft een frequentie, dat is een straling, en die kan goed door die CO2 heen. En de aarde wordt warmer en die stuurt warmtestraling terug. Maar die heeft een andere frequentie en die kan daar moeilijker doorheen. Dus de energie kan er makkelijker in dan eruit. Het wordt warmer. Dat is het klimaatprobleem. En dat heeft heel veel slechte gevolgen. Dan krijg je heftiger stormen, dikkere hagelstenen, meer verdroging enzovoort. Daar moeten we wat aan doen. Maar dat kun je niet in één land. Want die CO2 trekt zich helemaal niks van grenzen aan. Die gaat daar gewoon overheen. Dus dat moeten we samen doen. En zo zijn er heel veel problemen die we samen moeten oplossen met de wereld. Ja, als je dan als land als Engeland eruit gaat, dan doe je het niet meer samen. Dus ik vind het onverstandig van Engeland. Maar goed, ze hebben ook de vrijheid om het te doen, dus dat moeten we dan maar aanvaarden. Ja. Hoe moeten we er wat aan doen? Ik bedoel, we kunnen erover praten, maar uiteindelijk gebeurt er toch niks. Wat vindt u dat er moet gebeuren? Nou, iedereen kan zelf iets doen. Bijvoorbeeld meer fietsen en minder autorijden, minder vlees eten, het licht achter je uitdoen, de verwarming niet zo hoog zetten. Al dat soort dingen kun je doen. Dat helpt een heel klein beetje. Het helpt iets meer omdat de mensen om je heen het zien en het misschien ook wel gaan doen. Het helpt nog weer ietsjes meer. Maar dat is natuurlijk niet goed genoeg om te zorgen dat het opgelost wordt. Daarvoor heb je de politiek nodig. En de politiek heeft het probleem, ik vind dat ze meer moeten doen hoor, maar hebben toch ook een probleem. Omdat je in de politiek iets niet gedaan krijgt als de mensen niet willen. Want als je iets doet wat de mensen niet willen, dan word je niet herkozen. En dan krijg je dus niet voor elkaar. Waarom zouden mensen het nou niet willen? Dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Want het is voor jullie, voor de toekomst.
daar is nodig voor. Voor ons gaat het nog wel, maar voor de toekomst. Nou, dat is voor je kinderen. Nou, voor je kinderen wil je dat toch doen? Ja. Dus als mensen het niet willen, dan komt dat omdat ze nog niet weten dat het belangrijk is. Dat is denk ik heel erg waar. En dus moeten we allemaal eraan bijdragen dat mensen het weten. En daarom kom ik onder andere hier om met jullie te praten. Omdat dat helpt ook weer. Jullie zijn, hè, jullie denken er al gelukkig veel over. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet doen. En jullie kunnen het weer zeggen tegen anderen. En als mensen het weten wat er aan de hand is en dat het echt zorgelijk is, dan zal de politiek het ook kunnen doen. Ja. Dus we hebben, niet alleen de politiek heeft een taak, maar wij allemaal. Zorgen dat mensen het weten en daarom zullen willen wat anders doen. Vooral omdat dat best kan. Het gaat helemaal niet, het is helemaal niet vreselijk. Het kost geld, maar helemaal niet zo gek veel. Het kan best. Dus u zegt gewoon verhaal verspreiden en dan komt het vanzelf wel? Dan kan de politiek het ook gaan doen en dan voelt de politiek ook de druk om het te gaan doen. Ja. We hebben nu de klimaatactiviste Greta Thunberg. Zou haar woorden genoeg invloed hebben om inderdaad een knopje om te schakelen om iets goeds te doen voor het klimaat? Ja, ik vind dat Greta Thunberg, alles wat ze zegt, ben ik het mee eens. Ze heeft gelijk. Alleen ik vind het wel een beetje erg dat een meisje van 16, dat die zo moet leven. Die moet ook andere dingen kunnen doen. Die moet ook een beetje vrolijk kunnen zijn. Ik vind het wel erg dat ze zo ontzettend pessimistisch en bedroefd is. Dus ik zeg, Greta, blijf het zeggen, maar probeer ook een beetje van het leven te genieten. Yeah. Ja. We hebben het nu over vrede, vrijheid en vriendschap. Welke vindt u de belangrijkste van de drie? Vrede, vrijheid en vriendschap. Ja. De vrede en vrijheid ligt heel dicht bij elkaar. Hè? Ja. Juist door vrede kun je ook vrijheid krijgen. Vriendschap is wat anders. En dat is toch wel heel moeilijk om nou te zeggen wat nou het mooiste is, als het allebei heel mooi en belangrijk is. Maar ik denk toch dat vrede en vrijheid eerst komt. Okay. Waardoor vriendschap ook meer kans krijgt. Helemaal waar is dat niet. Ook in een oorlog kan vriendschap heel belangrijk zijn. En kun je elkaar helpen in een oorlog. Okay. Wat is nou eigenlijk de boodschap aan de kinderen? De boodschap aan de kinderen is, jongens, wees ontzettend blij dat je leeft in vrede. En weet dat je alleen maar in vrede kunt leven als je probeert met andere mensen samen goede dingen te doen. En hoe ouder je wordt, hoe meer je die democratische rechtsstaat moet verdedigen. Weet je, jullie zijn nu nog kind, maar voordat je het weet ben je dat niet meer hoor. Je bent op weg naar volwassen mensen worden met stemrecht. Mensen die mee gaan bepalen hoe je geregeerd wordt. En jullie worden dus staatsburger. Duurt niet meer zo lang hoor, voordat je het weet is het zover. En dan kun je als staatsburger die vrede helpen verdedigen. En ik denk dat het goed is om daar nu al aan te denken. Ik ben op weg om staatsburger te worden en dan wil ik dat het land Nederland, dat het een goed land is, een eerlijk land, een land met rechten ook voor mensen die het minder goed getroffen hebben. Weet je, politiek is er vooral voor om te zorgen dat mensen die het minder goed getroffen hebben, die minder slim zijn, minder rijk zijn, minder, om te zorgen dat die ook het goed kunnen hebben. Dat die ook een behoorlijk leven kunnen leiden. En dat doen burgers. En voordat je het weet zijn jullie ook burgers die daaraan mee gaan werken. En het is heel goed om je daar nu al voor te interesseren. Ja. Maar we zijn een heel goed land. Maar altijd, je kan het altijd nog beter doen. Ja. Want er zijn natuurlijk ook dingen die nog niet zo heel goed gaan. Daar heb je groot gelijk aan. Er is ook bij ons nog veel te verdedigen en te verbeteren. Ja.